Welkom bij Wie is de Chef? Met in deze aflevering Sylvain. Vertel eens, wie ben je? Ik ben Sylvain de Bond. Ik werk bij de hoofdkantoor van Ipsen de Brug in de keuken. 2 dagen per week. Buiten mijn werk zit ik op voetbal. Ik voetbal bij Olivio in een G-team. En ik game best wel veel en zo. En wandelen. Ik kook thuis ook helemaal niet. Nee. Je moet je werk nooit mee naar huis nemen. Nee. Nee. Kijk, dat is wijze raad. Ja, en Sylvain is één van de 5 chefs die in deze kookcompetitie laat zien hoe leuk, lekker en gemakkelijk gezond eten kan zijn. En jij kan vanaf maandag 6 mei stemmen op jouw favoriete chef. Want de 2 winnaars strijden in de finale om de titel Chef van het Jaar. En dan ben ik wel benieuwd waarom jij zo graag mee wil doen, Sylvain. Ik zag het vorig jaar langskomen op je YouTube. En dan zei ik tegen Eline van lijkt me leuk om aan mee te doen. En wat ga je vandaag voor ons maken? Ik ga een broodje frikanto vandaag maken. Gebaseerd op het broodje frittelle tomaten. Dus. Heb je er zin in? Ja, ik heb er heel veel zin in. Ja. Dat klinkt goed. En dan nu tijd voor het verrassingsingrediënt. En dat is? Geheime ingrediënt, de courgette. Past dat goed bij het gerecht? Ja, dat is lekker gezond. En vind je het ook een beetje lekker? Ja, ook lekker courgette. Ja. Wat hebben we nodig voor jouw gerecht? We hebben courgette, parmezaanse kaas, kappertjes, chilivlokken, tonijn in blik. En dan mayonaise, een crème fraîche, focaccia's, super gegrilde frikado. En dan nog rucola. De eerste stap is dat je brood afbakt, want dat is de meest belangrijke van heel het gebeuren. Korntje eraf en dan snij je kleine plakjes. Klaar om te grillen. Omdat die al heel warm is, dus goed blijven opletten. En terwijl de courgette gegrild wordt, laat Sylvain zien hoe hij de saus maakt. Voor 1 blikje tonijn heb je 2 scheppen mayonaise en 1 schep crème fraîche nodig. Dus dan is het een halve theelepel chilivlokken. Dus ik hoop dat ik een goede knopje heb en niet gelijk de super turbo stand. Wat meest nodig is voor het broodje hebben we nu al gemaakt. We gaan nu een focaccia pakken. Ik heb een focaccia met knoflook. Geeft lekker extra smaak. Moeten we de onderste punt even aanhouden voor het insnijden. Ja, en wil jij iets vertellen over jouw kookidool? Ja, over kok Jean-Pierre, ja. Wie is dat dan? Dat is een Franse kok die zit in Amerika. En die maakt allemaal hele mooie YouTube-filmpjes met zo'n zwaar Frans accent erbij in het Engels. En dan legt hij allemaal de Franse keuken uit, wat hij allemaal klaarmaakt uit de Franse keuken ook. Ah, dat is dus een beetje jouw inspiratiebron. Ja, het is altijd wel leuk om naar te kijken, maar ook omdat het zo'n mooie Franse accent is met een Engelse erbij. Ja. Wie weet wordt Sylvain straks de Jean-Pierre van Ipsen de Brugge. En die courgette ziet er al goed uit. En de naam courgette komt van het Franse woord courge, wat pompoen betekent. Dus eigenlijk betekent het woord courgette gewoon kleine pompoen. Ja, en Sylvain heeft ook een Franse achternaam, toch? Mijn achternaam gaat heel ver terug naar in Frankrijk, dus dan zit mijn roots daar toch wel in met het koken ook. Zo, ja. Zo, de zelfgemaakte tonijnmayonaise gaat er ook op. Hoeveel mag er op? En je kan hem lekker royaal beleggen. Zo moeten we de kappertjes zo doen. Die doen we er overheen. En dan doe je daarna een beetje rucola. Dan doen we nu de courgette. En nu is het bijna af. Dan hebben we bijna alles gebruikt. En dan maken we het af met een beetje parmezaan. Franse en Italiaanse invloeden. Dus het, nu het broodje bijna af. Doen we de bovenkanten erop. Snijden we het schuin door. En dan is het nu tijd om te proeven. Tada! Lekker. Hij heeft een paar dingetjes veranderd qua brood. En door een ander broodsoort te gebruiken, komt de combinatie beter over. Ik vond het broodje heerlijk smaken. De combinatie vlees met vis. Je
verwacht niet dat dat wel te doen is, maar ik vond het heerlijk. Ja, en dan ben ik benieuwd, hoe vond jij het gaan, Sylvain? Het ging hartstikke goed. Het was leuk om een broodje te maken. En het was leuk om aan dit mee te doen. Aan het begin is het wel spannend en als je dan lekker in je werk zit, dan hoef je niet meer op de spanning te concentreren. Dan kun je lekker op je werk concentreren. En waarom moeten mensen op Sylvain stemmen? Er zouden mensen op hem moeten stemmen omdat het een leuk en verfrissend broodje is. Voor mensen ook die en van vis houden en van vlees. De zelfverzekerdheid, zoals hij dat broodje maakt. Ja, hij weet waar hij mee bezig is. En dat vind ik, dat hoort ook wel voor iemand die in de keuken staat. En waarom moeten de kijkers op jou stemmen? Omdat de broodjefrikant ook gewoon een hartstikke lekker broodje is. Dus daarvoor moeten ze stemmen. Dat was Sylvain. Kijk nu naar alle andere chefs op het YouTube-kanaal van Ipse de Brugge. Want vanaf volgende week is het tijd om te gaan stemmen op jouw favoriete chef. De twee chefs met de meeste stemmen strijden in de grote finale om de titel Chef van het Jaar. Hou onze socials in de gaten om te kijken hoe jij kan stemmen. En we zien jullie graag terug bij de finale.